Hi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, heb ik vandaag een ander soort video als normaal. Ik ben echt super excited. Ik ga vandaag kerstinkopen doen voor mezelf, voor mijn vrienden, vriendinnen, familie. Dat ga ik dus in samenwerking doen met ICS. Ze hebben dus deze nieuwe creditcard uitgebracht. Dit is niet zomaar een creditcard, dit is een creditcard waar je van tevoren geld op stort. En hierdoor loop je dus geen kans om schulden op te bouwen. En zo blijf je wel genieten van alle voordelen die een creditcard bevat. Nou, een van de voordelen is dus dat je geen geld opmaakt dat je niet hebt. Dus je kan er gewoon geld op storten en dat kan je uitgeven. Daarnaast zijn bijna alle aankopen die je doet 180 dagen verzekerd tegen schade, diefstal en verlies. En ja, het is natuurlijk vooral super chill in deze hectische maand met alle kerstcadeautjes dat je moet gaan inkopen. Ja, het geld dat je wil uitgeven, dat je zo'n kaart hebt. Je kan voor jezelf dus een bepaald budget aanstellen en dit stort je op de kaart. En zo kan je er niet overheen gaan en zijn al je kerstcadeautjes wel bijna helemaal verzekerd. Ik ga vandaag de Kalverstraat in en eigenlijk heel Amsterdam in om allemaal cadeautjes te kopen. En ik ga jullie meenemen. Alles wat ik vandaag nodig heb, alles wat ik wil, ga ik lekker kopen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te kijken. Ik ga natuurlijk aan het einde alle cadeaus nog laten zien aan jullie. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook zeker niet mij te supporten door op die abonneerknop te klikken. En wil je nou nog meer van me zien? Vergeet me dan zeker niet te volgen op Instagram. Dat is @sarahverwoerd. Ik denk dat ik genoeg heb gepraat. Laten we maar gewoon snel beginnen met de video. Lily Wiley was ook gezellig mee. We hebben lekker cadeautjes gekocht. Maar goed, zoals ik zei, ben ik lekker de straat opgegaan. Elke winkel ingegaan die ik tegenkwam. En allemaal leuke cadeautjes heb gekocht. Zoals je kan zien heb ik hier super veel dingen. Het is echt niet normaal. De Nike Store ingegaan en daar heb ik hele leuke Nike sokken gekocht voor Stan. Deze moet ik wel nog inpakken, maar ja, ik vind deze altijd heel erg leuk en deze draagt hij ook veel, dus het is wel leuk om even te geven. Dan door naar de Rituals. We waren naar de House of Rituals op het Spui en dit is echt een bizar mooi pand. Ik zou er echt gewoon al in gaan om te kijken hoe mooi het er is, want het lijkt echt een sprookje. Daar heb ik twee cadeautjes gekocht voor Isabel en Bo. En dan heb ik allebei Hair & Body Mist van de roze geur. Dit is mijn favoriete geur. En ja, leuk kerstcadeautje voor. En ik denk dat je daar iedereen wel blij mee kan maken. Dan heb ik voor Stan een soort serum wat goed is voor zijn huid. Ja, daar heeft hij wel eens last van. Dus ik hoop dat het hem gaat helpen. En voor mijn moeder had ik een hele mooie handzeep gekocht. Deze was van een nieuwe collectie en deze rook echt super lekker. Het zag er echt heel mooi uit. En ja, we hebben eigenlijk thuis altijd Rituals handzeep. Dus ja, dat is gewoon altijd chill om te hebben eigenlijk. Toen bij de Lush. Ik vind het altijd al geweldig om naar de Lush te gaan, want het ruikt hier lekker. Het ziet er leuk uit. Ik krijg altijd helemaal een soort Christmas vibes van al die bedbombs en de versiering daar. Ik heb daar twee hele leuke pakketjes gekocht met bruisballen voor Anna en Nina, allebei eentje. Zit al helemaal leuk ingepakt. Echt een leuk cadeautje van de kerstboom. Gewoon voor allebei hetzelfde. En deze twee zitten erin. Ja, ze zijn allebei gek op in bad gaan, dus het is een helemaal gepast cadeautje voor hen. Oké, ik heb nu verschillende cadeautjes. Ik heb bij de Lush leuke bedbombs, bij de Ritual lekker handzeep, zo'n body mist. Ik sokken. Ik heb, we zijn al lekker op weg, maar we zijn er nog zeker niet. Toen bij de Douglas. Bij de Douglas heb ik cadeautjes voor mijn ouders gekocht. Ik vind dat ze het altijd super leuk inpakken daar. Een geweldig cadeautje om onder je kerstboom neer te leggen. En voor mijn moeder heb ik een hele mooie foundation van MAC gekocht. Die ze eigenlijk altijd heeft. En die was bijna op, dus daar heb ik een nieuwe voor gekocht. En voor mijn vader heb ik een luchtje gekocht. Die hij altijd heeft. En die was ook bijna op. Dus ik dacht, hier ga ik ze sowieso heel erg blij mee maken. Oké, we staan nu in de Bijenkorf. Ik wil hier een leuk shirt voor Stan kopen en misschien ook wat kleine onderbroeken. Dus laten we even kijken. Leila en ik wachten even op mama. Leila! Hey, wie is dat?
Mama is nu in de winkel. Oh nee, wacht. Ik ben trouwens mama. Dit is Leila. Sarah is haar tante. Oh, wat ziet ze er poppig uit. Ze is helemaal moe van het winkelen. Zo even wat eten en dan gaan we terug naar kantoor, hè? Doei! Door naar de Bijenkorf. En niet één, maar zelfs twee tassen. Als eerst heb ik daar een heel erg leuk shirt gekocht voor Stan van Ape. Het was een soort donkerblauw grijzig shirt met wat leuke printjes erop. Deze is ook wel helemaal mooi ingepakt. Bij de Bijenkorf kun je het ook helemaal bij de inpakservice mooi laten inpakken. Dus dat is heel erg leuk. En heb ik voor Stan Calvin kleine onderbroeken gekocht. Want ja, deze draagt hij altijd en kan er nooit genoeg hebben. Echt zo'n typisch mannen cadeautje. Onderbroeken. En daarnaast heb ik ook een cadeautje voor mezelf gekocht. Want ja, je mag ook jezelf wel verwennen, vind ik. En dat zijn deze cocktailglazen. Het zijn eigenlijk margarita glazen. Maar ik ga hier espresso martinis in maken. Want met Isabel en Bo heb ik dus een feestje. Dat we een soort Sinterkerst gaan vieren. En dan ga ik iedereen zijn eigen cocktail maken. En ik ga dus espresso martinis maken. Omdat mijn favoriete cocktail is. En ja, dat is wel leuk in zo'n glas. Dus ja, die heb ik voor mezelf gekocht. Nou, we zijn echt al een paar uur onderweg. Ik heb echt super veel tassen al. En cadeaus. Maar we vonden het wel even tijd voor een lunchbreak. Dus we gaan nu even naar een tentje. Dan gaan we even broodje eten. En dan gaan we weer lekker verder. We zitten nu gezellig bij de laatste kruimel. Echt een super schattig tentje. Ik heb lekker een chai latte besteld. En een quiche. Maar ik zie hier heel lekker een quiche. Cecile heeft lekker broodje met makreel. Dus we gaan even lekker genieten. En lekker chillen. Kijk hoe lekker. Echt zo'n oma's bord. Ja, inderdaad. Ik heb echt al super veel inkoop gedaan. Ik kon alleen niet alles vinden in winkels. Dus ga ik online ook wat dingetjes shoppen. Het mega chillen aan de ICA GoCard is dat je als je online shopt, je bestelling online een aflevergarantie hebben. En dat betekent dat het vrijwel altijd verzekerd is als je pakketje kapot of helemaal niet aankomt. Dus dat is echt heel erg handig, vooral we nu van het online shoppen zijn. Mijn moeder die wilde eigenlijk graag een ringlight. Voor haar ga ik een ringlight bestellen. Ik ben nog even aan de speur op het internet wat welk leuk is. Oké, ik heb verder echt nog een hele leuke muts gevonden van de North Face. Voor Stan. Dus die ga ik ook bestellen. Helemaal chill. Ik was aan het shoppen en aangezien shoplogdag is, ga ik ook gewoon North Face jas kopen. Ik wil deze echt al heel lang. Het is deze jas. I love him. En ik denk dat deze chills met wintersporten. Dus hè? Waarom niet? We gaan het gewoon lekker doen. Oké, ik heb op kantoor even gechilled. En ik dacht, I'm not ready for today. Ik ga nog even de stad in. Oeh, leuke strings bij de Victoria's Secret. Bij de H&M Home heb ik voor Isabel en Bo een mooi gouden kandelaar gehaald. Zo ziet hij eruit. Kijk hoe cute. En daarbij heb ik mooi clean witte kaarsen. Heel erg mooi. Dus die kunnen er zo mooi in. En dan heb ik voor Isabel en Bo allebei één. Verder heb ik bij de Kenzie Store twee jurkjes voor Isabel en Bo gekocht. Voor Bo heb ik deze mooie blauwe jurk. Dit superleuke blauwe jurkje. Mooie V-al. Zit hij in het midden getailleerd. En loopt hij zo mooi uit. Hij is nog een beetje niet gestreken. En voor je wel precies hetzelfde jurkje. Maar dan in het groen. Donkergroen. Mooi jurkje. Ja, ik denk dat ik nu wel helemaal voldaan ben met kerstcadeautjes. Dus ik heb echt niet normaal veel gekocht. Ik wil ook niet weten hoeveel paar honderd euro het is. Ik heb echt super veel zin in koffie. Dus ik hoop dat de Starbucks nog open is. Dus ik kan tot 5. Dus ik ga even kijken, snel naar Starbucks. Kijken of ik er wat kan halen nog. Oeh, got my Starbies. Het is alweer avond en de winkels gaan dicht. Dus ik heb echt alles uit mijn dag gehaald om te shoppen.
dan heb ik voor mezelf nog bij de Starbucks bekers gehaald. In alle kerstkleuren. Ik ben echt obsessed met deze bekers. En ja, dus die had ik voor mezelf gekocht. Want ja, ik gebruik deze zoveel en ik vind ze zo chill. Toen had ik bij de Hema deze leuke candy canes gehaald. En dit touwtje. En ik dacht, het is leuk om een cadeautje heen te knopen en dan zo'n candy cane te doen om ja, leuke kerstcadeauversiering, verpakking te maken. Dus ja, dit is meer voor het versieren als ik het cadeautje ga inpakken allemaal. En als laatst, bij de Victoria's Secret heb ik 3 strings gekocht. Eén voor mij, Bo en Isabel. Voor Bo en Isabel heb ik dezelfde string. Dat is deze, gewoon heel clean, zwart. Achter heeft hij zo'n mooi detail. Met een zwarte mooie string zit je eigenlijk altijd goed. Voor mezelf heb ik deze hele leuke groene, nou, mintgroene string. En op het randje staat hier sowieso Victoria's Secret. Dus ja, deze vond ik echt heel erg mooi en leuk. Dus hier ben ik ook heel blij mee. En ja, het was echt een topdag gewoon. Ik ga dit echt nooit meer vergeten. Ik ben ook heel erg benieuwd naar al mijn online aankopen. Ik hoop dat ze snel binnenkomen. Dat ik er ook van kan genieten. En in kan gaan pakken. En aan de mensen waarvan ik hou aan te geven. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie zouden kopen als jullie de stad in mochten gaan. Let me know in de comments. Zoals ik aan het begin van de video zei, heb ik een samenwerking met ICS GoCard. En ik wil heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. Twijfel zeker niet om te kijken naar het linkje in de beschrijving. Hier vind je alle informatie over de creditcard. Maar zoals ik al zei, heeft het de voordelen. Is natuurlijk het hebben van een creditcard heel erg fijn, omdat je eigenlijk letterlijk in heel de wereld ermee kan betalen. Op elke website ermee kan betalen. Twijfel je al een tijdje of je een creditcard wil aanschaffen, zou ik zeker even kijken naar deze optie. Zoals ik al zei, is een linkje in de beschrijving met alle nodige informatie. Daarnaast is het misschien ook wel leuk om bij te vermelden dat ze niet kijken naar je inkomen. En dat iedereen die niet in de schuld heeft, de creditcard kan aanvragen. Ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Nou, vond je het net zo leuk als ik? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook mij niet te supporten door op die rode knop te klikken. En wil je nou nog meer van me zien? Vergeet me dan zeker niet te volgen op Instagram. Dat is @sarahverwoerd. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!